deze aflevering nemen we u mee naar Rotterdam. Een stad die dankzij zijn enorme havencomplex bekend staat als de poort naar Europa. Het bombardement van 1940, waarbij de stad nagenoeg volledig in puin werd gelegd, bracht daar slechts korte tijd verandering in. Na de oorlog werden de havens in rap tempo hersteld en verscheen overal in de stad moderne nieuwbouw. De Rotterdammers werkten hand in hand aan de wederopbouw van hun stad. Het snelle herstel is kenmerkend voor de stad en zijn inwoners. Rotterdam en de Rotterdammers hebben zich in de afgelopen eeuw onverwoestbaar getoond. Kijkt u mee naar 25 minuten Mijn Rotterdam. De Rotterdamse haven was ook in de jaren 20 al een van de grootste ter wereld. U ziet de Wijnhaven, de Wijnstraat, het Beursplein met de beurs en het Haringvliet, dat vol ligt met beurtvaartjalken. Een parmantig sleepbootje trekt, witte stoom puffend, zijn lange zwarte pijp achterover als het onder de Maasbrug doorvaart. In de jaren 20 had elke brug een brugwachter. Deze man kan nog net de brug over. Aan het begin van de vorige eeuw werd de haven flink uitgebreid. Een van de grootste prestaties was de uitgraving van de Waalhaven in 1922. Met een wateroppervlakte van 219 hectare was en is het nog steeds de grootste uitgegraven haven ter wereld. De haven is altijd vol bedrijvigheid. Hier wordt de lading geruimd op aanwijzingen van de voorman. Maar niet alleen in de havens werd er hard gewerkt.
In de fabriek van Simon van den Berg werd margarine gemaakt. De Osse boterhandelaar van den Berg verplaatste zijn margarinefabriek in 1891 naar Rotterdam. De fabriek is als onderdeel van het Unilever-concern nog steeds actief. In de jaren 20 was de margarineproductie in handen van twee fabrieken. Naast van den Berg had ook Anton Jurgens een margarinefabriek. Uiteindelijk werden ze door de economische omstandigheden gedwongen om samen te werken, maar echte vrienden werden het nooit. Om Jurgens te pesten maakte van den Berg een tijd lang reclame voor zijn succesvolste product op de poststempels van de PTT. Blue Band, heden vers gekamd, stond dankzij van den Berg op alle Nederlandse poststukken en dus ook op de afgestempelde post van Anton Jurgens. Die bedrijvigheid in fabrieken en in de havens miste zijn uitwerking niet op het verkeer in Rotterdam. Tram, paard en wagen, auto's, bakfietsen, bepakte ezels, voetgangers, fietsers en zelfs een kudde koeien. Alles liep door elkaar in het centrum van Rotterdam. Hadden al die Rotterdammers in ieder geval gemeen. Ze kenden allemaal deze man. De Rotterdammer Beb van Klaveren is nog steeds een van de beste boksers die Nederland ooit voortbracht. In 1939 vocht de Dutch Windmill, zoals zijn bijnaam luidde, tegen de Fransman Diouf in de toen pas geopende Kuip. Van Klaveren won het gevecht in 9 ronden op punten. Ook dit stel was bij nagenoeg alle Rotterdammers bekend. Het echtpaar Speenhof. Hier te zien tijdens hun 40-jarig jubileum in 1939.
Al dat ze jou geheel niet kan vergeten. Het is 9 uur, je vader ligt in bed. En in mijn handen heb ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga liggen. O jongelief, moet ik jou nog wat zeggen. Dat ik van narigheid geen raad meer weet. Dat ik geen rustig stukje brood meer eet. Een tweede van een zeer oud liedje, dames en heren, zal mijn vrouw voor u zingen. Het broekje van Jantje. Er was eens een haveloos ventje, die vroeg aan zijn moeder een broek. Maar moeder verdiende geen centje, en vader was wekenlang zoek. Ach, moedertje, geef me geen standje, er zit in mijn broekje een scheur. De jongens op school roepen Jantje, jouw billetjes die zien we der deur. Een zeer ons liedje aanwezigen is gemaakt op de Rotterdamse schutterij. Daar komt de schutterij, met vaandels en met pluimen, en ze lopen in de rij. En ze kouwen op de pruimen, zijn ze in hun sas. Die op hun neuzen krullen, ze lopen in de pas, als nieuwe zoete knullen. En daar komen de schutters, en daar komen ze aan. De mannetjes schutters van Rotterdam. O, wat een geschitter, wat maken ze luid. Daar komt van de Peter. Op 14 mei 1940 komt er tijdelijk een eind aan het optimisme en de groei van de havenstad. Een Duits bombardement legt de volledige stad in puin. Dit is geen stad meer, maar een puinhoop. De ruïnes rijen zich aaneen als gapende wonden. Het is een beeld van totale ontreddering. En er is moed voor nodig om bij die aanblik nog te denken aan herbouw. Wat is er nog over? De gebouwen zijn gauw geteld. Rotterdam werd met de grond gelijk gemaakt. Alleen het stadhuis, het postkantoor, het Witte Huis, het Schielandhuis en de Laurenskerk bleven overeind staan. Wederopbouw lijkt in die eerste dagen na het bombardement onmogelijk. Maar onmogelijk, dat is een woord dat men in Rotterdam niet kent. Dagen, weken, maanden achtereen reden vrachtwagens af en aan om het puin uit de stad weg te voeren. Vertrokken na de oorlog honderden Nederlanders naar Nieuw-Zeeland en Australië. Er waren grote gezinnen bij, zoals dat van de heer Van den Heuvel uit Deurne, die met 12 kinderen de reis maakt. Zij gaan naar Nieuw-Zeeland en met hen nog een aantal anderen. Maar de meesten van de 1600 gaan naar Australië. De opschriften op de koffers spreken in dit opzicht duidelijke taal. Er vertrekken ook 250 oud-militairen, waaronder vele oorlogsvrijwilligers. Dat een Volendams echtpaar juist met de Volendam de grote tocht gaat maken, zal geen verbazing wekken.
De bokser Beb van Klaveren vertrekt ook. Geen verzoek en geen protest hebben hem kunnen tegenhouden. In totaal gaan 860 Nederlanders ons land verlaten. Verder zijn er aan boord ongeveer 500 ontheemden uit Oost-Europa, een honderdtal Engelsen en een aantal statenlozen. 1600 mensen die om verschillende redenen en door verschillende omstandigheden de reis aanvaarden, maar die allen éénzelfde doel voor ogen hebben. Zich in Australië of Nieuw-Zeeland een nieuw bestaan te verwerven voor zichzelf en hun gezinnen. Wij wensen hen goede vaart. De achterblijvers zochten inspiratie en kracht bij de Amerikaanse evangelist Billy Graham. Er waren ongeveer 60.000 toehoorders toen een koor van 6.000 zangers en zangeressen de avond opende met gezang. De voering van de Amerikaanse evangelist werd regel voor regel vertaald door brigadier Nijman van het Leger des Heils. If you have failed to live as good as Christ, you have come short and are a sinner. Als je niet zo goed geleefd hebt als Christus, dan zijn je te kort geschoten en dan zijn je een zondaar. Evenals in Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland eindigde Billy Graham ook hier met de uitnodiging aan zijn gehoor om te kiezen voor Christus. Na enige ogenblikken van bezinning verhieven zich overal op de tribunes mensen van hun plaatsen om zich rond het podium te scharen. Het waren er tenslotte 5.000 die aan de oproep gevolg gaven. Vlak na de oorlog begon het nieuwe Rotterdam alweer vorm te krijgen. De Koolsingel is een soort van scheidingslijn tussen het winkelcentrum ten oosten ervan en dat ten westen, waar men geheel met het vooroorlogse stratenschema heeft gebroken. De voetganger heeft er een eigen domein gekregen, waar zelfs de fiets geen recht van rijden heeft. Groeit op met het nieuwe en is er beste maatjes mee. Aan de voet van de Sint-Laurens-toren heerst de oude sfeer van de markt die eigenlijk nooit verandert. Symbool voor de wederopstanding van Rotterdam was de Euromast. De bouw ervan is letterlijk met stoom gegaan. Het zand en het grind werden verwarmd om elk oponthoud uit te sluiten. Het beton werd eveneens op een gunstige temperatuur gehouden en zo kon het werk in een bijzonder hoog tempo vorderen. De ene lading beton na de andere gleed omhoog door de schacht in het hart van de reuzenpilaar die ruim 100 meter boven de Maasstad uit zal turnen. Op het werkplateau bovenin de betonnen mast werd de specie aangevoerd en verdeeld over de bouwmuren in de 9 meter wijde zuil. Met 3 ploegen van samen 100 man ging het werk continu door. De imposante mast wierp tijdens de bouw al zijn schaduw over de stad. Het publiek waarvoor op de toren een restaurant en een uitkijkplateau met 900 plaatsen zal komen, hield de stand bij. Hydraulische vijzels trokken de zogenaamde glijbekisting waarbinnen gewerkt werd, gemiddeld 4,38 meter per etmaal omhoog. Zo kwam het Rotterdamse betonwerkstuk in 23 dagen, 7 uur en 59 minuten op een hoogte van 102 meter en 30 centimeter. De uitkijktoren zal een der grote attracties zijn van de internationale tuinbouwtentoonstelling in 1960, maar bovenal een symbool van de hoge vlucht van de Tweede Wereldhaven. In tegenwoordigheid van meer dan 1000 genodigden, onder wie de minister van Landbouw en Visserij, meester Marijnen, en de oud-minister-president, professor Beel, opende prinses Beatrix de Floriade door het in beweging stellen van een grote zandloper
die bij de ingang van het terrein zal worden geplaatst als symbool van de wenteling der tijden en van de historie. Hare Koninklijke Hoogheid wandelde vervolgens door de schitterend aangelegde parken en tuinen naar de Euromast, de 115 meter hoge betonnen paal die het terrein domineert. Staande op de top heeft men een prachtig uitzicht over stad, haven en wijde omgeving van Rotterdam en over de Florianen. Ondanks het minder fraaie weer genoot de prinses zichtbaar van het unieke panorama. Ook op andere wijze kan men de Floriade in vogelvlucht bewonderen, namelijk uit een der gondels van de kabelbaan die het tentoonstellingsterrein door de lucht verbindt met de Ahoyhal. Ook deze is een onderdeel van de expositie. Hierin zullen in de komende maanden telkens andere gewassen te pronk staan voor de 3 tot 5 miljoen bezoekers die de organisatoren op deze indrukwekkende tuinbouwtentoonstelling verwachten. Net nog zagen we dat veel Rotterdammers vlak na de oorlog hun stad verlieten voor de nieuwe wereld. Maar in de jaren 60 en 70 gaat het steeds beter en komen zogenaamde gastarbeiders uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko naar Nederland en naar Rotterdam. Om deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven is kennis van de Nederlandse taal een allereerste vereiste. In Rotterdam stellen vrijwilligers hun vrije zondagmiddagen voor de taallessen beschikbaar. Ik woon in Nederland. Goed. In welke stad? In Rotterdam. Gebruikmakend van een eenvoudig boekje brengen huisvrouwen, boekhouders, secretaressen en studenten de gastarbeiders, die soms nog analfabeet zijn, de eerste beginselen van onze taal bij. Daardoor wordt de samenwerking met Nederlandse collega's op het werk bevorderd. En bovendien wordt de veiligheid gediend. Dit is de Spanjaard Juan Manero, laderlosser in de Rotterdamse haven. Maar Nederlands is verdraaid moeilijk. Wat doe je met een sleutel? Met sleutel? Ik doe mijn kamer sleutel. Nee, niet sleutel. Met een sleutel? Met een sleutel doe je de kamer op slot. Op slot. De Marokkaan Ahmed Mokhtari werkt al 2,5 jaar in ons land als soldeerder spuiter op een radiatorenfabriek. De Westertoren, de Zuidertoren en de Ouderkerkstoren hangen uit het lood. Maar gevaar dreigt er niet omdat de afwijkingen niet groter worden. Dag meneer. Zo krijgen de gastarbeiders deel aan onze samenleving en wordt hun isolement doorbroken. Wat kost dat? 1,50. Ja? Dat is duur hoor. Het was een kapfinale om nooit te vergeten. Als om de terugkeer van Rotterdam op het mondiale toneel te markeren, won Feyenoord in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1. Aanvallen op het doel van Celtic, waar de Schotse verdediging onder aanvoering van keeper Williams vaak de grootste moeite mee had. De hoogtepunten uit deze spannende finale om de Europese voetbalbeker krijgt u nog eenmaal te zien. Uit een vrije schop schoot Gemmel de bal langs de Feyenoordmuur en ook langs Pieter Schraafland. Maar de vreugde van de 30.000 Schotse supporters duurde slechts 2 minuten. Ook uit een vrije schop belandde de bal uiteindelijk op het hoofd van Rinus Israël, die met een schitterende kopbal doel trof. De 1-1 gelijke stand bleef in de tweede helft gehandhaafd, zodat er na 90 minuten voetbal opnieuw moest worden afgetrapt voor een verlenging van 2x15 minuten. Daarin ontstond al direct een zeer gevaarlijke situatie voor Feyenoord, toen Hughes doorbrak en de verdediging slechts met de grootste moeite kon wegwerken. Maar het legioen liet Feyenoord niet in de steek en het kreeg loon naar juichen toen Chintval het kapitale winnende doelpunt scoorde. Voor het eerst in de 15-jarige geschiedenis van de Europa Cup kwam deze felbegeerde beker in het bezit van een Nederlandse voetbalclub, Feyenoord. Maar dat had u misschien al eerder vernomen. U keek naar Mijn Rotterdam. De stad die veel te verduren kreeg,
maar die zich altijd weer veerkrachtig toonde. Rotterdam straks. Dat is de naam van een tentoonstelling in het Museum Boijmans die een maquettes in beeld brengt hoe Rotterdam er straks zal uitzien. Minister Neer, de minister voor de wederopbouw, toonde zijn belangstelling. Men is in Rotterdam reeds druk bezig om de plannen uit te voeren. De opbouwdag die kort geleden gehouden werd en die elk jaar zal terugkeren, vormde een uitstekende gelegenheid om te zien hoe de zaken staan. Op deze dag werd de Sint-Laurenskerk in de stijgers gezet, waarbij van een nieuwe, zogenaamde doorslijfmachine gebruik werd gemaakt. De eerste paal werd geheid voor een industriegebouw. Het zal een groot pand worden waarin verschillende kleine industrieën uit de voormalige binnenstad zullen zijn ondergebracht. Ook werden de funderingen voor een groothandelsgebouw in de grond gedreven. Een jonge Rotterdammer legde de eerste steen voor een complex van 90 woningen in de binnenstad die als model zullen dienen voor de verdere woningbouw. Ten slotte werd door het gezelschap een bezoek aan Kralingen gebracht, waar reeds druk gebouwd wordt. Hier in de Kanissenbuurt werd de 500ste na de bevrijding gebouwde woning in gebruik genomen. De nieuwe waterweg wordt aan de zuidzijde begrensd door Rozenburg. Het eiland waarop zich binnen enkele jaren grote veranderingen zullen voltrekken door de aanleg van Europoort. Een enorm zeehavencomplex op de kop van het eiland. Tot de uitvoering van dit plan werd het sein gegeven door Hare Majesteit Koningin Juliana, die vergezeld was van de burgemeesters van Rozenburg en Rotterdam. Men had ter plaatse een kruiwagen opgesteld die in de jaren 1866 tot 1870 gebruikt werd bij de doorgraving van de Nieuwe Waterweg. Op dit signaal begon een grote baggermolen officieel met de werkzaamheden voor de Europoort. In ongeveer 10 minuten tijd werd de dam waarop Hare Majesteit even tevoren had gestaan weggegraven, waardoor het water in het nieuwe havenbekken kon binnenstromen.
De aanleg van Europoort, die nu begonnen is, zal van zeer grote betekenis zijn voor de toekomst van Rotterdam. Onze grootste havenstad zag later op deze dag het naar haar genoemde 228 meter lange turbinestoomschip Rotterdam van stapel lopen. Meer dan 80.000 mensen woonden de tewaterlating van dit schip door koningin Juliana bij. Het 34 meter hoge schip dat met zijn 38.000 ton het grootste passagiersschip van Nederland is, werd door Hare Majesteit als volgt toegesproken. Ik geef u de naam Rotterdam en wens u behouden vaart. Zonder aarzeling begaf de Rotterdam zich te water, onder de luide aanmoedigingen van tientallen van zijn kleinere broers. Geboeid keek de koningin ten slotte naar de vlootschouw die na de tewaterlating spontaan op de Maas ontstond. Als alles volgens de plannen verloopt, zal het nieuwe vlaggenschip van de Nederlandse koopvaardij over een jaar zijn eerste reis maken naar de Verenigde Staten.
mogen in dit stadion vele van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. Stadion Feyenoord geopend. De haven van Rotterdam wordt wel voortdurend drukker en groter, maar daar moet dan ook heel wat voor gebeuren. Zo moet er bijvoorbeeld een constante toevoer van vakkundig personeel zijn. En daarvoor heeft men met voortvarendheid een havenvakschool gesticht voor jongelui die onder de noemer lager technisch onderwijs vrijwel het hele instrumentarium van een moderne haven leren bedienen. Dit onderwijs breidt zich evenals de haven uit. En deze dagen werd hiervoor een ideale school in gebruik genomen. Een afgedankt schip van 11.000 ton, verbouwd tot schoolschip. De 60 leerlingen die voorlopig op deze drijvende school worden opgeleid, leren hier alle knepen en grepen die met touw en kabels zijn uit te voeren en die onverminderd toepassing vinden, ook in de moderne haven. De praktijk van laden en lossen wordt ook met modellen bijgebracht. Hier bijvoorbeeld het stapelen van pallets die op de kade met vorkheftrucks worden vervoerd. Ook het wegen wordt geoefend, onder andere met de bascule. Het schip ligt aan de parkkade en als de jongelui op het bovendek aan sport doen, zien ze de Euromast. En als het weer slecht is, dalen ze langs stalen trappen af naar een van de vroegere ruimen, verbouwd tot een zeer grote sportzaal. Gymnastiek en sport vormen een niet onbelangrijk deel van het lesrooster. De leerlingen die de hele dag aan boord blijven, hebben voor de pauzes en de koffiemaaltijd de beschikking over de voormalige eetzaal van het schip. Behalve de praktijklessen krijgen de jongens, en wel gedurende een derde deel van de tijd, ook algemeen vormend onderwijs. Daar is ook tekenen bij. En natuurlijk was een van de eerste opdrachten het maken van een nauwkeurige schaaltekening van de prachtige nieuwe school. Zo ligt daar nu in de Maas de Jan Baks, genoemd naar de initiatiefnemer van deze vakopleiding die voor de toekomst van de wereldhaven zo belangrijk is. Uit alle richtingen van de stad kwamen 3000 door de computer geselecteerde Rotterdammers samen met 3000 genodigden naar het gloednieuwe Sportpaleis in Rotterdam-Zuid. Op de avond dat het officieel geopend werd door zijn koninklijke hoogheid Prins Klaus. De reusachtige sporthal is een onderdeel van het grote sport- en tentoonstellingscomplex Ahoy, waarvoor pas 2,5 jaar geleden de eerste paal werd geheid.
Om het publiek de vele mogelijkheden van deze hal te tonen, werd er onder meer geconcerteerd door de Marinierskapel. Hierna kwam Anton Geesink met een 15-tal judoka's uit de catacomben het middenterrein op. Zij lieten eerst zien hoeveel stof er wel in een judomat gaat. Geesink wierp zijn judoka's vervolgens de een na de ander op diezelfde mat, waarbij minister Klompé zich angstig afvroeg of dit wellicht tot maatschappelijk werk zou leiden. De toeschouwers ontstaken een vreugdevuur van lucifers toen andere sportlieden op de vloer kwamen, waaronder een ijsbaan ligt voor kunstrijden en ijshockey. Directeur Ruys is duidelijk trots op zijn sportpaleis, dat ook nog een vaste wielerbaan heeft, waarop ter opening de eerste manche van een steerswedstrijd werd gereden om het winterbaankampioenschap van Nederland voor professionals. De oude sportglorie was onder meer vertegenwoordigd door ex-bokskampioen Beb van Klaveren. De steerswedstrijd werd gewonnen door Jaap Oudkerk. Daags na de opening begon in deze hal het eerste grote sportevenement, de Zesdaagse van Rotterdam. De letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro, die na een bouwtijd van 7 jaar door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend. Het prinselijk paar kocht als eerste aan een der plaatskaartenautomaten kaartjes. Ofschoon Rotterdam kort tevoren, tijdens een plechtigheid in de Doelen, aan prins en prinses een abonnement voor het leven op de metro had aangeboden. Samen met het gemeentebestuur en een groot aantal genodigden maakten de vorstelijke gasten de openingsrit over het 6 kilometer lange traject van het Centraal Station naar het station Zuidplein aan de andere oever van de Maas. Zoals bekend rijdt de metro op de gehele zuidelijke oever bovengronds op een daartoe speciaal gebouwd viaduct. Burgemeester Thomassen en zijn gasten genoten van het fraaie uitzicht op de havens. Ondanks de regen stonden velen langs de route om de eerste officiële trein te zien passeren. Langs het zuidelijk traject bevindt zich onder andere het centrale seinhuis, waar de bewegingen van alle treinen op een tableau precies te volgen zijn. De gehele treinenloop wordt automatisch geregeld en afgewikkeld. Richting Centraal, ja. Het station aan het Zuidplein is zodanig gebouwd dat autobussen bijvoorbeeld passagiers tot op perronhoogte kunnen aanvoeren. In het weekend na de officiële opening kreeg de metro al meteen zijn eerste krachtproef te doorstaan. Een enorme menigte van naar schatting 400.000 mensen maakte in 2 dagen een rit met dit nieuwste vervoermiddel van de Maasstad. De filmtechniek maakt het mogelijk een non-stop rit met de metro in iets meer dan 1 minuut samen te persen. We vertrekken bij het Centraal Station. Stadhuis. Beurs. Leuvenhaven. Nu duiken we onder de Maas door. Bovengronds is de eerste halteplaats het station Rijnhaven. Maashaven. En tenslotte bereiken we het station Zuidplein. Nu nog eindpunt, maar over enkele jaren stopplaats op de lijn naar Hoogvliet.
Duizenden aanhangers van Sparta zijn naar het Amsterdamse stadion gekomen om hun club aan te moedigen in de wedstrijd tegen DWS Amsterdam, die beslissend zal zijn voor het kampioenschap. In de eerste helft spelen de hoofdstedelingen alsof zij een kampioenschap kunnen behalen. En de Sparta-voorhoede kan er dan ook niet doorheen komen. De zenuwen zijn de ingestreepte shirt spelende Rotterdammers kennelijk de baas. Toch zal Sparta scoren, maar dat doelpunt komt van kanthaver Hoeven, die keeper Bouwer verrast met een schot van 30 meter afstand. In de rust besluit Sparta tot grotere actie. Daniels geeft Worm aan dat besluit met een prachtig tweede doelpunt. De Rotterdamse aanvalsleider, die op deze middag een productieve bui heeft, laat het daar niet bij. Nog geen twee minuten na zijn eerste treffer rondt hij een nieuwe fraaie combinatie van de Sparta-voorhoede succesvol af en dan staat Sparta met 3-0 voor. Na het eindsignaal dat klinkt nadat het ook nog 4-0 is geworden, is de stadiongrasmat te klein om de Sparta-aanhang die haar favorieten komt huldigen te bergen. Bij de feestvierders is ook Sparta Piet, de bejaarde, gevederde mascotte van Sparta, die niet gedacht zal hebben dat hij dit op zijn oude dag nog zou beleven. Sparta is kampioen. Voetballievend Rotterdam zal er nog heel lang over praten.